It's what you do, it's what you see. Welke bekende man is jullie ideale Christian Grey? Ja, dat is die Australische acteur die, hoe heet hij nou ook weer? Chris Hemsworth. Ja, ik ga toch voor Orlando Bloom, denk ik. Ja, ik heb voor mij, maar goed, ik weet dat hij heel oud is en nu ga je denken, jezus, dat was een goed antwoord 10 jaar geleden. Maar ik ben gewoon gek op Johnny Depp. Dus die blijft voor, al is hij 80, al zit hij in de luiers, hij zal altijd mijn Mr. Grey blijven. Dan denk ik toch Michiel Huisman, ja, die ziet er echt heel goed uit. Ik wil geen ruzie thuis straks. Jan Versteeg. Vind ik een leuke nieuwe soort vent. Nonchalant, sexy, knap. Heel erg aardig, lief, grappig. Ja, leuk vent. Wat verschrikkelijk aantrekkelijk is aan Mr. Grey is dat hij gewoon nooit helemaal voor jou is. En daar houden wij vrouwen gewoon van. Dat hij zo mysterieus is. Dat onbereikbare en dat spannende en dat ongrijpbare. Hij is natuurlijk mysterieus. Hij is dominant. Dat vinden vrouwen toch wel leuk. Verschrikkelijk Christian Grey. Ik wil gewoon een leuke gek zoals Jort of een leuke shirt. Niet doet. Bij wat denk jij nou? En nu gaat het me te ver. Ja, dat vind ik moeilijk te voorspellen. Er gaat niet zo heel snel iets te ver voor mij. Ik vind wel heel sexy als een man gewoon af en toe de leiding neemt. Van nou, we gaan het zo en zo doen. Want dat vind ik gewoon lekker. Dan hoef ik zelf niet na te denken. En nou, ik weet niet. Dat vind ik wel lekker als iemand de leiding een beetje neemt. Oké, kom, we gaan. Maar ik heb echt serieus, ik maak elke dag dingen mee waarvan ik denk, oké, ik hoef niet geslaagd te worden of in mijn bek gespuugd te worden. Nee. Nee, ik vind het goed zoals het is. My wicked tongue.